Hallo, welkom in het virtuele museum van de Museum Stoomtram. Komen jullie even bij me boven kijken in het prachtige seinhuis? Mijn naam is Gert de Groot, ik ben chef exploitatie bij de Museum Stoomtram Hoorn-Medemblik. Welkom in het seinhuis van de Museum Stoomtram. We staan hier in dit prachtige oude houten seinhuis, wat oorspronkelijk in Kesteren in dienst is gesteld. En we zien hier nog een prachtige foto waar het seinhuis in 1897 in dienst is gekomen. In de jaren 80, toen de spoorwegen het seinhuis buiten dienst gingen geven, omdat er moderne beveiliging moest komen, heeft het Museum Stoomtram het seinhuis kunnen verwerven en eind jaren 80 is het hier in dienst gekomen. Met het seinhuis is ook het toestel meegekomen waarmee de wissels en de seinen in Kesteren werden bediend. Een aantal vrijwilligers hebben het toestel zodanig weten te verbouwen dat het ook nu het emplacement hier in Hoorn helemaal aanstuurt wat betreft de wissels en de seinen. Zoals jullie zien zijn er een heleboel kleurtjes te vinden op dit toestel. En in Nederland waren er diverse soorten beveiligingstoestellen in dienst. Maar hier waren we al heel veel kleurtjes allemaal op te vinden. Je ziet hier zowel de rode kleuren die aangeven dat de hendels die hieraan vastzitten de seinen bedienen. De witte die iets aangeven dat het een wissel bedient. De blauwe dat zijn grendels, een soort slot op een wissel. En helemaal voorin zien we nog de gele die de overwegbomen bedienen. Nou, misschien denken jullie waarom is die aan het afdrogen, want vanwege de theedoek die hier over het hendeltoestel hangt. Maar het was in die tijd zo dat de seinerswachters allemaal erg zuinig waren op hun toestel. En daarom moesten de hendels natuurlijk er keurig uitzien en het koper allemaal gepoetst. En als je iets te veel met je zwetende handen aan deze hendels komt, dan begint het metaal te roesten. En dan moesten de mensen dat in het weekend allemaal gaan schoonpoetsen en schoonschuren. En daar hadden ze natuurlijk niet zoveel zin in. Dus er waren een aantal van die slimme seinerswachters die dachten van, nou weet je wat, ik neem een theedoek mee van huis en die gebruik ik om het hendel te bedienen, dan blijft die mooi schoon. Jullie zullen misschien wel eens gedacht hebben, hoe kan een trein nou toch sturen? Als je in de cabine gaat kijken van een locomotief, dan zal je daar niet zo snel een stuur aantreffen. Nee, het stuur zit eigenlijk gewoon hier. Dat zijn de wissels die wij hier op het seinhuis bedienen. Nou, je merkte denk ik wel dat ik wel even bezig was om dat wissel om te gooien. Dat ging toch niet zo heel erg makkelijk. En hoe dat nou komt, dat gaan we eens even beneden bekijken. Nou, we zijn hier in de schijvenkelder van het seinhuis. En je ziet hier al die kabels van boven naar beneden lopen. Aan ieder hendel wat boven zit, dat heb je misschien net wel gezien, daar lopen de kettingen. En die kettingen lopen hier naar beneden en die gaan vervolgens hier allemaal naar buiten. En vervolgens ook dus over allerlei rolletjes naar de wissels en de seinen toe. Dus vandaar dat je best wel een beetje sterk moet zijn om dat allemaal te kunnen bedienen. Nou, het wissel ligt nu goed en nu moet de machinist nog weten dat hij daar voorbij mag. En dan gaan we het sein bedienen, wat de stoplicht is voor een trein, zodat hij weet dat hij er ook voorbij mag. Nou, dit toestel heet niet voor niets een beveiligingstoestel. We hebben net het sein bediend en daarvoor moesten we het wissel bedienen. En om te zorgen dat ik geen fouten kan maken, houdt het toestel het wissel ook vast. Nou, gaan we eens even kijken of ik inderdaad het wissel niet meer kan bedienen. Nou, je ziet, het gaat echt niet. En om nou even te laten zien hoe dat zit, loop ik even naar de achterkant. Nou, hier zie je deze hele lange linealen. En deze lange linealen, dat zijn eigenlijk ja, de beveiligingslinealen van het toestel. Eigenlijk een mechanische computer. Tegenwoordig hebben we allemaal nulletjes en eentjes. En hier hebben we allemaal metalen balken en pennetjes die ook controleren of alles wel goed gaat. Nou, we hebben nu al een heleboel verteld over wat er hier op het emplacement allemaal kan met seinen en wissels. Maar ja, de treinen moeten natuurlijk ook nog vertrekken naar het volgende station. Ja, en hoe weten we nou dat dat ook veilig kan gebeuren zonder dat deze trein die we hier laten vertrekken een trein uit de tegenovergestelde richting tegenkomt? Nou, daar had men deze prachtige groene kasten voor bedacht. En daarmee communiceren de seinhuizen onderling over toestemming te geven om een trein te mogen laten komen. Ja, hoe weet het volgende station nou eigenlijk dat ik een trein wil sturen? Die meneer die daar zit, de seinerswachter van het volgende station in Zwaag, die zit misschien wel eventjes de krant te lezen. Nou, dan moet ik hem even gaan wekken, want anders dan weet hij niet dat er wat aan moet komen. Nou, hoe weten we nou dat mijn buurman het goed vindt dat ik een trein ga sturen? Nou, als het goed is en hij heeft gekeken of er geen andere treinen onderweg zijn, dan zorgt hij ervoor dat dit mooie venstertje van rood naar wit gaat.
Zo, het venstertje is wit geworden. We hebben hier wel even een noodgreep moeten maken, want het seinhuis in Zwaag, dat is er niet meer. Maar het is wel helemaal goed gekomen en het enige wat we nu nog moeten doen is het sein gaan bedienen. Zo, het sein staat veilig. Nu staat niets meer de spannendste tijdsreis in de weg. Tot snel! Met de steun van particulieren en bedrijven kan de Museumstamtram een bloeiend museum met een rijke collectie blijven. Spreekt ons werkje aan? Word dan vriend van de Museumstamtram. Ga naar www.stoomtram.nl/donateur.